ben Trescino Drenthe, ben 8 jaar te jong en ik speel voor SV Inter Mungatapu. Oké, SV Inter Mungatapu. Vorige keer heb ik met Ayus gesproken, nu jij. Inter Mungatapu is van het jaar pas begonnen met de jeugdopleiding. Hoe lang ben je al bezig met de trainingen in de U20 klasse? Van Inter Mungatapu? Zo, denk 2 of 3 maanden denk ik. Ja, 2 of 3 maanden. En de jeugdcompetitie is al van start gegaan. Ja. Hoe vind je het om te spelen binnen die U20 van de SVW als je kijkt naar het niveau binnen Nacho? Het niveau daar is wel lager, want Nacho kregen we andere trainen, dus hogere trainen en daar is een beetje, weet je. Ja. Oké, en tegen het Lucas systeem, voor de boy voor Tracy, diaspora boy, Saka Konjaso, hier in Suriname, uno play one CONCACAF stijl, toch? Je vindt dat moeilijk voor pasjes ref aan in het systeem? Nanga demang, de diaspora. Niet direct, want tedema de man aan hogere niveau de mij play. Uno ja, aan niveau voor uno door aan niveau voor de man, dus. Toen ben je nanga de man daar ook wel. En tegen Luko, je spel toch? Je tak de man op een beetje hoger niveau, toch? En zijn jongens ook voor je spel, voor man door het op een niveau dat hij? Oh, na conditie, na tempo, na tempo voor de man op, na conditie, alles. Ja. En zijn er overeenkomsten tegen Luko abal voor de boy voor tracé, na abal voor ja? Ik kan overeen op bepaalde PC, of toch aan mijn verschil boom voeren? Aan mijn verschil boom voeren, maar bepaalde PC is je wel, ja. Maar wel aan mijn verschil boom voeren. Oké, even maken elkaar want twee verschillen gimme, zijn er de verschillen? Like a conditie de man, sabi, bal snelheid en uno a bal voor ons trainen ja traagheid. Ja. Oké, en a bal voor ons trainen traag ja zo eten itaki. Vorige lees met takanga trainer Werner ook toe. Aman taki nou een trainen een probleem, tak weer reageer traag. Trainer Euroko tap asan dat specifiek naga uno? Ja, maar ik wil ook nog eens aan maken. Ik wil tracé de mana conditie de man batterie dat de man de apamaja utuk batterie we go do tracé dat de pora hier santo. Nou, ik volg de tegenstanders voor uno tegen zou play in a CONCACAF en twee ga eerste play bakarat Guyana nou arts rival voor uno. Fa you eshi de play dat te gemoet? Oh, we play baliere we go mit de man utrein utrein we in a fomung badus. Atrein is a uki jana we buntrein dus we play bal go mit de man. En ons ref, hoe volg beelden voor de man, hoe sabi batap, hey, die is een gevaarlijk man voor zo'n konre, dat nou een man tap sa ono moest letten? Ja, hoe beelden man, en dat hoe focus de man echt, dus wat we focus ons ref, de man je playback, hoe je playback. En sa ook kan verwacht voor Stranang tijdens het toernooi die zie? 100%, echt 1000%, en na eerste plaats wat ik. En sa ook mag verwacht voor jou te trainen op het in het spel? 1000, alles op alles. Ja. Abon, thank you en heel veel succes. Ja, zeker. Welkom. Ik ben Janilo Wiegel, ik speel voor PEC Zwolle en ik ben 18 jaar en ik ben een doelverdediger. Oké, okay, je bent een doelverdediger. Ik heb je de vorige wedstrijd ook kunnen volgen. Ik zie dat je toch heel veel leiding geeft aan de jongens daar in die achterlinie. Hoe groot is jouw toegevoegde waarde binnen dit geheel? Hoe groot weet ik niet precies, maar ik probeer het beste eruit te halen. En ik probeer een beetje de leiding te nemen. Ook andere spelers hebben die rol op zich genomen. En het is gewoon puur vooral om de dynamiek omhoog te brengen. En als u kijkt deze wedstrijd en de vorige wedstrijd is die dynamiek wel een beetje omhoog geschoten. Dus dat is wat ik een beetje probeer eruit te halen. En als je kijkt naar temperatuursverschil, vochtigheidsgraad hier in Suriname, is toch wel heel anders ten opzichte van wat jij gewend bent. Hoe gaat het met het acclimatiseren, het wennen aan het klimaat hier? Lukt het wel? Nou, het lukt wel. Alleen natuurlijk is het niet makkelijk. Ook voor mijn medespelers is het niet makkelijk. Maar ja, het is eigenlijk wat het is. En natuurlijk in Nederland heb je ook af en toe zomer. Dus die warmte zijn we niet echt gewend. Maar we weten hoe we ermee moeten omgaan. Dus gewoon veel water drinken. En de oefeningen zullen wel waarschijnlijk een stuk zwaarder zijn. Maar ja, het is wat het is zo. Gewoon doorbijten en dan komt het allemaal goed. Oké, in de tropenvoetbal is het toch een beetje anders. Heel veel zon. Denk je dat het lukt? Hoogtempo voetbal 90 minuten lang in het Caribisch gebied. Denk je dat je het wel volgt? Ik denk dat we dat wel vol kunnen houden. We hebben de vermogen ervoor en de wil. En natuurlijk, motivatie speelt ook een rol. Dus als je gemotiveerd bent om iets te doen, dan geef je er 100% voor. En dan denk ik zeker dat het gaat lukken, ook al is de zon 100%. Dus dat komt helemaal in orde.
Oké, intussen weten jullie al wie de tegenstanders zijn. Heb jij gekeken naar de jongens van Guyana, El Salvador, Antigua en gezien van hey, dit zijn de mannen die de penalty schoppen, dit zijn de gevaarlijke jongens. Heb je al huiswerk gemaakt, heb je al aantekeningen gemaakt? Ja, ik heb wel een aantal wedstrijden gekeken, maar natuurlijk zijn geen wedstrijden van een week geleden, dus er zullen ook wel aanpassingen zijn van spelers. Maar natuurlijk de meeste penalties en andere soorten van situaties doe ik zelf in de wedstrijd. Ik kijk natuurlijk naar de speler, hoe hij is gebouwd, hoe hij schiet. En natuurlijk, je kan altijd een beetje gaan pikken tijdens de opwarming. En dan kan je gewoon even gaan kijken hoe de spelers in elkaar zitten. Dus ik hou het eigenlijk een beetje op de wedstrijd. En is de speelwijze van jullie al bekend? En in hoeverre lukt het al goed met deze groep? Onze speelwijze is bekend. Maar het werkt zeker. In het begin ging het natuurlijk een beetje moeilijk. Maar we leren heel snel. En de dynamiek zit er heel goed in nu. En ja, we zijn bereid om nog meer stappen te maken tegen die tijd. Dus ik ben heel positief. Als je kijkt naar de eerste oefenwedstrijd. Jullie zijn nog geen week samen vanaf de tweede oefenwedstrijd. Als je de vorige wedstrijd een cijfer moet geven en vandaag een cijfer. Hoeveel zou dat zijn en waarom? Ik zou zeggen, de eerste wedstrijd was zeker een 6. We waren de tweede dag samen. Dus natuurlijk de namen, de speelstijlen, daar moet je allemaal nog even aan wennen. En dan als je kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik dat het wel een stukje beter gaat. Dan kan je wel zeggen dat het van een 6 naar een 8 is gegaan. En waarom een 8? Ja, er is altijd ruimte voor verbetering. En het zal nooit perfect zijn. Dus ik ben zeer tevreden. Oké, je tak strana tongo. Van je vier takje dingen strana. Ik spreek geen Surinaams. Ik kan een beetje verstaan natuurlijk, maar niet uit het boze gewoon. Dat is heel moeilijk. Oké, tot slot. Wat mogen we van jou verwachten tijdens deze U20 kampioenschappen? Mogen we 100% verwachten? Mogen we vuurwerk verwachten? Mogen we verwachten dat je die jongens gaat schreeuwen en gaat motiveren? Wat mogen we van jou verwachten? Je mag van mij verwachten dat ik mijn leven geef voor elke bal, elke situatie en elke aanpassing zal ik gewoon 100% voor geven. En natuurlijk zoveel mogelijk iedereen op sleeptouw nemen. En andersom ook zeker. Oké, thank you. En heel veel succes erbij. Dankjewel. Fijne avond.